De 89-jarige Eindhovense vrouw is zaterdag bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Ze reed tegen een betonnen pilaar aan van verzorgingshuis Brunswijk aan de Generaal Bradleylaan. Onderzoek wees uit dat de bestuurster een hartstilstand kreeg en daardoor niet meer kon remmen. Haar 93-jarige zus, die naast haar in de auto zat, is met ernstig nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor de mensen in het zorgcentrum die het ongeluk zagen gebeuren, is slachtofferhulp ingeschakeld. Het gebouw hoefde niet ontruimd te worden.